Hier hebben we een mooi klein maaltje mosselen. En je mag rustig van mij weten dat ik, als ik mosselen ga eten, ik doe er niet te veel voor en achter. Dat ik een pondje mosselen per persoon reken. Want als we eenmaal het eten zijn, dan lusten we dat graag. We gaan die mosseltjes eerst eventjes wassen. Gewoon eventjes met een beetje schoon koud water. In de mosselbedrijven in Ierseke en de andere mosselbedrijven ook overigens, worden de mosselen keurig gespoeld. En tegenwoordig allemaal van de baarden ontdaan. En baarden zijn eigenlijk waarmee ze aan elkaar trossen. Dus je krijgt tegenwoordig, helemaal als je die pakken koopt, van 2 kilo over het algemeen, mosselen krijg je mooie, schone, prachtige schone mosseltjes. Zonder te veel, maar aan de buitenkant kan er nog iets van de zee aan zitten. En dat spoelen we er op dit moment af. Ik ga ze nog één keertje even spoelen. Daarna doe ik ze in het vergiet. Laat mosselen nooit in het water staan, want het is een zoutwaterdier. En hoe gek het ook mag klinken, en dat geldt niet alleen voor mosselen, maar bijvoorbeeld ook voor vongelen. Hoe gek het ook mag klinken, een mossel gaat verzuipen. Eigenlijk dus gewoon stikken in zoet water. Dus geef een mossel zoet water, heel kort. Maak ze even lekker schoon. Nou, dan zijn er nog een paar misverstanden. Dat is de drijvende mossel, hè. Dus mensen hebben een bakje water staan en er drijft een mossel in. Nou, die wordt eruit gepikt en die wordt weggegooid. Dat is niet nodig. Een drijvende mossel is een mossel zoals ik hier heb. Die denkt van, ik lig in zee. Ik lig op een aanrecht. Laat ik nu mijn bek maar dicht doen. En dan komt er gewoon lucht in de mossel. En dan gaat hij drijven. Wat wel kwalijk is, is als een mossel niet open gaat na het koken. Als je hem dus in een dichte mossel in je mosselkookspulletje vindt, dan moet je hem weggooien. Er zijn namelijk, en ze komen niet veel voor, maar er zijn namelijk mosselen die dood zijn. Van binnen zit er geen mossel in, maar er zit er slip in. En als je zo'n dichte mossel hebt en je maakt hem bijvoorbeeld in je pannetje, hij gaat in je pannetje open, dan komt die prut eruit. Dan komt er tussen al je mosseltjes. Dan heb je dode mosselen. En dode mosselen zijn gewoon mosselen die openstaan en daarna niet meer dichtgaan. Dus meestal tik ik eventjes op de rand of tik ik er even met een lepel op. En als hij dan vanzelf dichtgaat, dan weet je dat die mossel goed is. Over het algemeen hoef je dit soort dingen hoef je niet bang voor te zijn als je mosselen in die mooie 2 kilo pakken koopt. En die zijn tegenwoordig zelfs luchtdicht verpakt. Goed, dan gaan we de mosselen koken. En die mosseltjes die allemaal dicht zitten, die hebben dus het meest lekkere in hun schelp zitten. Dat is hun eigen vocht. Gedeeltelijk zeewater, keurig gefilterd. Zo'n beestje dat filtert, één zo'n mosseltje filtert overigens 6 liter zeewater per dag. En dat betekent dat hij heel veel mineralen in zich heeft. Het is dus ook nog heel gezond eten. Mosseltjes koken. Nou, dat is eigenlijk een verkeerde term. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, mosseltjes stoom je. Of ja, in ieder geval je gebruikt er heel weinig vocht bij. Er zijn mosselrestaurants die een grote pan met water op hebben staan met een vergiet erin. Dan gaan de mosselen in zijn zakje in het water, ze worden eruit gehaald. Het is heel handig werken. Er zijn restaurants waar ze in de steamer gaan. Maar dan verlies je heel veel smaak van de mossel. Ja? Het lekkerste wat je dan overhoudt aan het einde van de dag is het water waar je al die kilo's mossel in hebt gekookt. En tot mijn grote spijt wordt het allemaal weggegooid. Bij ons staat in de keuken de doodstraf op het weggooien van mosselvocht. Als je dat zeeft, heb je het allermooiste sausbasis die er is voor bijvoorbeeld een prachtige beurre blanc. Mosseltjes koken we dus niet, mosseltjes stomen we. Ze hebben hun eigen kookvocht bij zich. Dat is genoeg, dat ga ik later ook nog gebruiken. Maar we gaan in de bekende mosselpan de mosseltjes eventjes lekker gaar maken. En dat doen we, en ik doe dat nog steeds, met een klein klontje boter. Je mag natuurlijk ook gewoon een beetje olie gebruiken. Maar we gaan eerst even onze groentetjes, onze smaakgever en onze kruiden, die gaan we aanzetten. En aanzetten, heel simpel, betekent eventjes alle smaken losmaken van de groenten. Wat hebben we voor groenten? Dit noemen wij in de professionele keuken, noemen dat een mirepoix, een fijne mirepoix. Wat is een mirepoix? Wortel, ui, prei en selderij, dus 4 groenten. Samen fijn gesneden. Hoe fijner je de groenten snijdt, hoe sneller ze natuurlijk hun smaak afgeven. En het moet snel, want mosseltjes hebben maar een paar minuutjes nodig om te koken. De boter niet bruin laten worden, maar gewoon licht uit laten bruisen. En dan gaat daar voor zo'n hoeveelheid mosselen
een mooi handje groente in. En die groente die bedekt net de bodem. In de Franse keuken noemen we dit mioteren. Het glazig aanfruiten van groente. Zorgen dat je geen bruine korstjes krijgt. Liefhebbers, die mogen er altijd een klein beetje knoflook bij doen. Er zijn ook liefhebbers die zeggen, ach, ik gebruik liever een beetje olijfolie bij de mosseltjes. Allemaal je eigen smaak. Maar we doen nu even een hele traditionele, namelijk moule marinière. Goed, als die groentjes lekker aangezet zijn, eventueel met een beetje tijm. Maar ik ben zelf een groot liefhebber van een beetje extra, een klein beetje extra selderij bij de mosseltjes. Want selder is gewoon iets wat heel lekker past bij de smaak van die kleine mooie mosseltjes. Als dat zo is, gaan we het afblussen. Niet met water, maar met onze witte wijn. En dan doen we gewoon zoveel witte wijn in, dat er ongeveer een vingertje vocht in staat. Niet meer. Is niet nodig. En omdat we zo weinig wijn gebruiken, het vuur hoog hebben staan, gaat dit zeer snel aan de kook komen. Zodra dit aan de kook komt, gaan we toevoegen onze mosseltjes. Bij mosseltjes uiteraard geen zout. Lieve diertjes komen uit het zoute water en hebben van zichzelf de meest natuurlijke, heerlijke zilting die er is. Er mag een peperkorreltje in. Ik heb altijd een paar gestoten, gekneusde peperkorreltjes in zitten. Italianen doen er heel graag een klein gedroogd pepertje of fijngesneden vers pepertje bij. Dat doen ze bij de vongole ook altijd. En nu komt de zaak aan de kook. We gaan de mosseltjes die netjes gewassen zijn, ontbaard zijn, uitgezocht zijn, gaan we erin doen. En we doen ogenblikkelijk het deksel op de pan. Want we willen dat de hele zaak zo snel mogelijk aan de kook komt. Zodra het gaat koken, dus dat wil zeggen die wijn gaat stomen, gaan de mosselschelpen open. Als de mosselschelpen open gaan, komt dat prachtige mosselvocht eruit. Gaat meekoken. En eigenlijk door die mossel heen ontstaat de stoom die de beestjes gaar maakt. Eerst wat gebeurt is dat ze open gaan. Dat betekent het mosseltje is dood. Zijn spier verslapt en gaat open. Misverstand is dat mensen zeggen, zodra ze openstaan, zodra alle mosseltjes open zijn, zijn ze goed. Als jij van half rauwe mosseltjes houdt, is dat goed. Als ze allemaal openstaan, gaan we zo direct controleren. Schud ik ze één keer om en dan laat ik ze van het vuur af, met de deksel erop, nog een minuutje of vijf zachtjes in de stoom doorgaren. Als het mosseltje open staat, dan is hij nog niet gaar. En als we hem vijf minuutjes laten doorgaan, is dat precies goed. Het moet geen taai kauwgomballetje worden, het moet een lekker sappig mosseltje worden. We gaan even kijken of de mosseltjes allemaal open zijn. Ik zie inderdaad dat ze allemaal open zijn, maar ze zijn nog niet gaar. Dus wat doe ik nu? Ik schud ze even om, want de onderste mosselen, dat is altijd bij een pan zo. De onderste mosseltjes, natuurlijk dichtst bij het vuur, die zijn sneller gaar als de bovenste. Nu krijgen die even een tikje mee. Dan gaat het vuur uit. En dan ga ik ze onder het deksel nog even checken. Ziet er prachtig uit. Onder het deksel ga ik ze laten garen. Kijk, ik zal er eentje uithalen. Dit is een mosseltje wat wel open is, maar nog niet echt zijn garing heeft. Goed, ze hebben nu 5 minuten gestaan, de mosseltjes. En het dekseltje van de pan halen. Eigenlijk zou elke gast zo'n pannetje voor zijn neus moeten hebben en dan het dekseltje aan tafel eraf. Want wat er nu uitkomt als eerste, dat is een geur. Ja, dat vergeet je nooit meer. Dat is echt super lekker. Dat zijn mosseltjes op zijn best. Ik schep ze gewoon altijd op met groente en al. Lekker in een diep bordje. Ik doe het zelf graag aan tafel. Zo. En wat we niet moeten vergeten, als we mosseltjes serveren, is om het allermooiste wat erbij zit, dat is het kookvocht, eventjes er een beetje overheen te gieten. Je mag er een klein beetje fijn gehakte selder overheen nog. En dan eten we mosseltjes, lekker met een beetje mayonaise. Een lekker stuk brood om straks in het mosselvocht te dopen. En dan kunnen we er nog een salade en frietjes bij maken. Wat dacht je daarvan? Mosseltjes à la marinière.